bezig was om naast je vestigingen in Nederland, Limburg, ook naar België te gaan. Vertel eens iets over je overwegingen en over die stap die je toen hebt gemaakt. Overigens is het zo dat het licht op de totem van ons kantoor nog altijd uit is. Dat zeg ik even tegen mijn collega's, die moeten dat nog aanpassen. Dan ga ik terug in de tijd, Ron. Ik denk zo'n jaar of 20 geleden hadden wij in Maastricht een vrij sterk internationaal georiënteerde praktijk. Veel Neder-Belgen hebben toen over de grens geholpen, zonder in detail te treden. Het oude belastingverdrag had heel veel mogelijkheden. Pensioenafkoop, geen vermogensbelasting, je aandelen belastingvrij verkopen. Dus het was een hele goede oude tijd. Wat je toen deed was, je adviseerde je cliënten eigenlijk over de grens. En vervolgens bracht je ze onder bij een klein of een groter Belgisch advieskantoor. En op enig moment hebben wij geconstateerd, eigenlijk is dat toch wel jammer. Want je hebt letterlijk wat meer afstand tot die cliënt. Het is ook een commerciële kans die je laat liggen. Dus we hebben op enig moment gezegd, laten we eens kijken of we een voorzichtige stap richting België kunnen zetten. Waarbij ik meteen moet opmerken dat je nooit als Hollander in België moet gaan pionieren. En je moet altijd zorgen dat je met Belgische adviseurs werkt die de Belgische wetgeving interpreteren. Want het slechtste wat je kunt doen is als Hollander je klant gaan verdedigen voor een Belgische belastingcontroleur. Dan ga je af. Dat moet je nooit doen. Altijd met België werken. En via een aantal omzwervingen zijn wij uiteindelijk terechtgekomen in Maasmechelen, waar wij onze eigen praktijk die we de loop der jaren hebben opgebouwd, hebben ondergebracht bij kantoor Accobel en dat hebben we samen geïntegreerd. En sinds 2 jaar zitten wij op die nieuwe plek. Hey, dankjewel, Marcel.